De Rozentuin van Coloma is opgebouwd uit verschillende fases. Er is een fase die gewijd is aan gemeentelijke kleuren, die ook eigenlijk heel formeel aangelegd is. Je hebt een fase van het Vlaamse gewest, waar alle veredelaars eigenlijk die in Vlaanderen zijn samengebracht zijn. Je hebt dan ook oude rozenvariëteiten en dan tenslotte, en dat is heel belangrijk, de internationale tuin, dus waar alle landen van Europa, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië enzovoort, ook de vroegere Oost-Europese landen aanwezig zijn. We hebben rozen uit 22 landen, samen meer dan 3000 variëteiten. Zodanig eigenlijk dat wij toch wel de meest volledige rozentuin van Europa hebben. Die rozentuin is vrij toegankelijk voor het publiek, dus hij is gratis toegankelijk. Hij is alleen de maandag gesloten omwille van onderhoudswerken, maar voor de rest is hij elke dag toegankelijk vanaf half mei tot half oktober. De voornaamste periode is uiteraard juni. Rond half juni bloeien ook de oude rozenvariëteiten. Voor de rest staat de rozentuin op een zeer hoog niveau het ganse seizoen door en is telkens een bezoek waard. Je kan met rozen een paar zeer interessante zaken doen. Je kan eigenlijk rozenwater maken bijvoorbeeld. Dat is het meest eenvoudige, dat kan iedereen. In de zomer rozenlimonade maken is een vrij eenvoudig recept. Je neemt een paar deciliter water, evenveel suiker. En als die aan de kook is, voeg je rozenblaadjes aan toe. Rozenblaadjes eigenlijk die heel goed geurend zijn. Eens dat het kookt, laat je het afkoelen. Afkoelen en daarna moet je uiteraard gaan zeven, zodanig dat de rozenblaadjes eigenlijk eruit verwijderd zijn. Daarna, als het langzaam afgekoeld is, voeg je er bijvoorbeeld citroen aan toe. In een verhouding van ongeveer 1/3 citroenzap. En dan heb je een vrij geconcentreerd geheel en dit kan je aanlengen, dus met water al graag de smaak die je zelf hebt. Je kan het ook een beetje toevoegen aan bepaalde witte wijnen, zodanig dat je dan toch wel min of meer eigenlijk een beetje smaak toevoegt en een rosé wijntje krijgt op die manier. Dus zowel als limonade als toevoeging is dit eigenlijk een heel gelukkig recept. Bij alle toepassingen, dus met rozen, moet je er vooral op letten dat je goed geurende blaadjes hebt. Nooit groen meenemen, want dat geeft eigenlijk een zure nasmaak. Dat is heel belangrijk. Wat ook belangrijk is eigenlijk, en het meest eenvoudige, is dat je Rosa rugosa neemt. Dus dat is een vrij veel voorkomende en gemakkelijk teelbare variëteit. Zodanig eigenlijk, die heeft bijzonder goede geur, heeft ook heel veel bloem. Dus zeer gemakkelijk eigenlijk om te oogsten, waardoor dat je eigenlijk op korte tijd voldoende rozenblaadjes hebt om een recept waar te maken.